Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi, Liam en Sam naar school gebracht. En ik moet eigenlijk ook alweer Sam op gaan halen en daarna Liam natuurlijk. Maar ik had even bloed geprikt. Tadaa. En, want dat is gewoon een jaarlijkse check-up die ik moet doen. En daarna ben ik even gauw naar de winkel gegaan. En toen kwam ik thuis, heb ik even snel wat gegeten. En toen dacht ik bij mijn eigen, ik ga lekker de douche in. Ik heb daar zin in. Dus ja, dat. Willen jullie ook een outfit of the day misschien? Dat is een korte broek en een t-shirt. Lekker wijd. Dus dat is wat ik aan heb. Maar goed, ik ga nog heel even chillen. En dan even Sam ophalen en weer. Ik heb niet veel bijzonders meer gedaan, dus ik heb het ook niet gevlogd. Maar ik heb voornamelijk op de bank gezeten met deze twee. Sam is net slaapgevallen. En Liam die is ook hartstikke moe, dus die zal daar ook wel in slaap vallen. We zijn op school bij Jordi om hem op te halen. Dus ja, dat. Het is warm. Warm. Dus ik ga heel eventjes de ramen aan de jongens hun kanten allebei openmaken. En dan zitten ze toch in de windje, want het waait een beetje. Maar ja, als ik Liam meeneem, dan breekt hij de boel af. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Dus ik ga het even doen. En toen waren we weer thuis. Twee liggen er te slapen. En eentje is lekker de koekjes aan het eten. En even juf Roos. Hij had vandaag super gedaan, dus ja, hij doet gewoon goed. Wat? Ik dacht dat je ging zwemmen. Je ging toch geen mama roepen? Wil je nog een balletje? Goedemorgen. Gisteren hebben we nog opgeruimd. We hebben in de tuin het een en ander verzet. Ja, we hebben gewoon van alles gedaan gisteravond nog. Ja, schatje, ik weet het. Mama is bezig. Kinderen ben ik even tv voor aan het zetten. Ik ga vandaag iets leuks doen. Eén moment. Ik ga namelijk een drie tatoeages laten zetten. Ik ga de namen van de kinderen op mijn arm laten tatoeëren. En hoe dat eruit gaat komen te zien, dat gaan jullie in de volgende swipe zien. En toen had ik een blouseje aangetrokken, want ik mag 6 weken niet in de zon met mijn tatoeaties. En ja, we wilden toch nog even iets gaan halen, dus wij zijn nu onderweg naar de IKEA. En gaan we ook gelijk heel even wat eten. Dus dat. En daarna moeten we nog even naar de Intratuin. En voor de rest gaan we thuis zitten, toch? En ik heb natuurlijk de kindjes mee. Dus ja, hè. Maar ik ben wel blij met mijn tatoeaties. Nou, wij zijn naar de Intratuin geweest. We zijn bij de IKEA geweest. Ik ga zo nog even naar de winkel. En ik moet nog even naar de Action voor inpak shit halen. Want morgen gaan we even naar mijn ouders toe. En ik ga ook eventjes naar mijn oma toe. Die zit, zoals de meeste van jullie wel weten, in een bejaardentehuis. En zij is overgeplaatst naar een ander tehuis voor vast. Dus daar ga ik morgen ook even een kijkje nemen samen met mijn moeder. En ja. En zoals jullie zagen, mijn tatoeaties mag nou 6 weken niet in de zon, dus ja, laat even weten wat jullie ervan vonden. Jordi is, we zijn thuis gekomen, het ging allemaal gewoon prima. Jordi is nu lekker geworden, heeft overgegeven. En nou ligt hij bij mij zo, hij is gewoon echt niet lekker. Ik ben nog naar de winkel geweest. Ik heb nog wat boodschapjes gedaan. En, ja. Het kan de warmte zijn. Heerspong kan spelen.
Want hij had een hele volle luier. En gisteren had hij helemaal niet zoveel gepoept. Dus ja, dan kan het allemaal zo. Moest hij lekker op mama aan het hangen. En mama is ondertussen aan het trillen met de been. Waardoor dat een beetje buikmassage is. Want ik mag er niet vol aankomen. Dus ik hou mij in. Maar ik laat verder zijn gezicht ook niet zien, want hij is gewoon echt niet lekker. Dit is niet voor hem. Hij heeft toch best nog wel overeind, hè? Ja, ze zijn niet recht. Je moet dat niet drinken. Komt ie aan, oh papa. Kijk maar uit. Komt ie aan. Niels is nu buiten. Ik was even met het plantje bezig geweest. Ik had een olijfboompje gekocht en nog Italiaans kruiden. Wou ik nog heel graag. En die heb ik even verpoot. Zon is weg, dus mag nu naar buiten, zeg maar. Mijn vader, daar gaan we morgen heen, mits dat het allemaal goed blijft gaan met Jordi. Die heeft inmiddels iets gegeten en het is binnengebleven. Wel had die verhoging, dus ik heb hem paracetamol moeten geven, want anders gaat hij een koortsstuip. Dat is niet de bedoeling. Dit is voor mijn vader. Dat wilde ze heel graag. Dat wilde hij heel graag. Dus mijn moeder zei van... Nou, in ieder geval, dat is voor mijn vader. En voor Niels is het gewoon lastig om cadeautjes te vinden. En het ding bij Niels is altijd... Als hij iets wil, dan koop je het toch wel. Dus dat, ja, iets voor die vent vinden, I don't know. Maar hij is nu bezig hier. Hij is daar bezig. Ik heb tegen hem gezegd dat hij niet naar binnen mag komen. Dus dat, want dan kan ik dit even inpakken. Ik heb deze gevonden. En ik heb deze, had ik besteld. Dus de rest wat hij nodig heeft, koopt hij al. Ik heb dan zeg maar een wens die ik dan bewaar. Bijvoorbeeld voor mijn verjaardag de tatoeage. Voor moederdag rituals. Maar dan bewaar ik dat met bestellen zeg maar. Dan heb ik zoiets van, nou dan kan ik dat dan bestellen. Dan heb ik dat voor moederdag, heb ik eentje cadeautje gegeven. Dus dat... Niels doet dat niet. Nee, Niels die zegt, Mandy, ik wil dit. En heb ik zelf niet. Dus, ja. Dat. Maar ik vond die mok zo grappig. Ik vond die mok zo leuk. Big Boss. Hij denkt ook altijd dat hij een Big Boss is. Dus ja. Ik ga die heel even inpakken. En dan, ja, dat. Dan heb ik alvast
twee cadeautjes. En alle drie de kinderen hebben iets op school gemaakt. Dus hij krijgt ook nog drie cadeautjes van de kinderen. Dus heeft hij 5 cadeautjes. Ja, ik denk dat hij er wel blij mee is hoor. Hij vindt altijd alles leuk. Maar het is gewoon lastig voor iemand die altijd gewoon koopt wat hij wil. En voor de mensen die denken, Mandy, je vergeet nog iets. Ik heb hem eraf gehaald hoor. Een hele goede morgen. Het is vaderdag. En papa doet al zijn papa duties. Die is al aan het spelen met de kindjes. Maar we hebben cadeautjes. En daar gaan we eventjes mee starten voor vandaag. En dan gaan we de kinderen een fles melk geven. En dan gaan we de kinderen klaarmaken. Want we gaan naar mijn ouders toe. Dus dat is de bedoeling. Met mijn papa zit het al snor. Fijne vader. Sammy heeft ook voor papa, hè? Nee, niet op de grond. Sammy vasthouden en papa geven. Kom, papa geven. Papa geven. Ja, Lia met de snor. Oh, die is leuk. Oh, die is wel echt leuk. Dan hebben we Sammy. Fijne vaderdag van Sam. Nee, niet vouwen. Niet vouwen. Kom hier jij. Hier komen. Hey, Sam met de snor. Echt waar? Oh, die is leuk. Kijk, Sam ook met een snor. Moet papa hebben? Oh, papa hebben? Liam, papa geven. Leuk hè? Papa geven. Ja, dank. Alsjeblieft papa. Dat is leuk. We hebben natuurlijk nog meer cadeautjes. Deze is van Jordi, maar volgens mij is die breekbaar. Dus doen we het even zo. Deze is van Jordi, papa. Dat is heel bouwwerk, of niet? Oh. Wat ben jij een geluksvogel met een papa? Oh, wat ben ik een geluksvogel met een papa zoals jij? Wauw, die is leuk. En die heeft hij zelf geschilderd. Die is leuk. Ja, die gaan we ergens neerzetten. Hier, deze erbij. Kom eraan, kom eraan. Ondertussen is Sam over de zijk omdat ik de vogel weg heb gezet. Maar we hebben nog meer. Liam. Kijk eens, papa. Is voor papa. Wil je die aan papa geven? Nee, papa geven. Niet zelf uitpakken. Samen met papa uitpakken. Samen uitpakken? Wil je papa helpen? Ja. Kom maar hier, schatje. Ja. Wat is het, Sam? Een zwembadstoel. Die wou papa, hè? Papa heeft altijd alles al. Nou, mag Sam, ja. Wil je kijken? Maar we hebben nog een cadeautje. Maar die is breekbaar, dus die doe ik even zelf geven. Deze. Die ga ik even zelf geven, want als die valt, geen zonde. Ai, 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 ai.
Big Boss. Body wash. En een smok. Ja. Een aapje. Omdat ik van de apen de papa ben, zeker. Ja, onder andere. En omdat je altijd denkt dat je de Big Boss bent. Ja? Ja. Nou, dankjewel, jongens. Jee! Dankjewel, Jordi. Jordi heeft geen idee waarom papa dankjewel zegt, maar dat maakt niet uit. Maar goed, nu is het tijd om iedereen klaar te maken en te gaan naar mijn ouders. Dus daar gaan we nu mee aan de slag. Vaderdag moet er natuurlijk ook gegeten worden. En Niels moet beslissen wat we aten. Maar ook kippetjes. Dus we eten kippetjes met rijst, salade. En de jongens eten er ook nog worteltjes bij. Omdat die houden niet super veel van salade. Dus ik ga het laten zien hoe het eruit ziet. Dus dat is wat we gaan doen. En ik heb er natuurlijk ook koekoek bij. Vond je vaderdag? Nou, ja, gewoon lekker en rustig. Mooi zo. Wel fijn? Ja. Okay. Nu ben je Formule 1 aan het kijken. Mm-hmm. Ja, want dat kijk je altijd als het te zien is. De kindjes liggen op bed en volgens mij slapen ze. Ja, zadig stil boven. Ja. Met Jordi gaat het vandaag wel okay, toch? Ja. Ja, dus dat is helemaal goed. Die is nog lekker geschommeld. Ja, dat hadden ze gezien in de vlog. Mm-hmm. Dus ik ga nog even opruimen en dat soort dingen allemaal. En dan gaan we een keer weer naar bed. Ja. Dan is het tijd voor een nieuwe week. Ja, dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.